Dag Nico, het thema van onze video deze week is de nieuwe versie van de effectentax. Die is recent in voegen getreden en volgens de regering De Croo gaat die vanaf dit jaar minstens 400 miljoen euro opleveren. De vraag is uiteraard, hoe zit die nieuwe effectentax nu in elkaar en wat kan de impact zijn op het vermogen van onze klanten? Nico Hostin, jij bent manager estate planning, jij weet daar dus alles vanaf. Om te beginnen, minister Van Petegem die heeft gezegd dat die nieuwe tax zowel efficiënt moet zijn als eenvoudig. Wat houdt de tax dan in? Wel, de effectentax 2.0 is inderdaad qua principe vrij eenvoudig. De tax is eigenlijk van toepassing op de effectenrekeningen zelf. Er wordt dus enkel een link gelegd met de effectenrekening. We gaan niet kijken naar de achterliggende titularis van een dergelijke rekening. Dus we kijken niet naar het aantal titularissen en ook niet naar de hoedanigheid van de titularissen. Zoals bijvoorbeeld een vruchtgebruiknaakte eigenaar of onverdeelde eigendom. Dus van die rekening worden er vier foto's genomen, telkens op het einde van elk trimester. En van die vier foto's, dus op basis van die vier foto's, wordt er een gemiddelde waarde berekend. Overstijgt die gemiddelde waarde het grensbedrag van 1 miljoen euro, dan is er een effectentax van 0,15% verschuldigd. Vanaf de eerste euro. Dus niet enkel van het bedrag boven het miljoen euro, maar vanaf de eerste euro. Dus als de gemiddelde waarde van die foto's het grensbedrag van 1 miljoen euro niet overschrijdt, is de effectentax niet van toepassing. Dus eigenlijk qua principe vrij eenvoudig. Op wie is die nieuwe regelgeving nu van toepassing? Wel, het toepassingsgebied op persoonlijk gebied is vrij ruim. Dus de tax is van toepassing op alle inwoners van België. Zowel als ze een rekening aanhouden bij een Belgische bank of ook bij een buitenlandse financiële instelling. Dat geldt voor individuen, zoals u en ik, maar dan uiteraard als er de grensbedrag van 1 miljoen euro wordt overschreden, maar ook voor vennootschappen en rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld VZW's. De tax geldt ook voor niet-inwoners, maar dan enkel indien ze een effectenrekening aanhouden bij een Belgische financiële instelling. Nieuw in deze versie van de effectentax is dat het een veel breder toepassingsgebied heeft. Vallen nu alle financiële instrumenten onder deze tax? Ja, alle financiële instrumenten ingeschreven op een effectenrekening vallen in principe onder de tax. Ook inclusief bepaalde afgeleide financiële producten, zoals speeders, turbo's en trackers. Meer zelfs, de effectentax 2.0 is ook van toepassing op, in principe, op de cash op de effectenrekening. Maar er werd uitdrukkelijk gesteld dat cash geboekt op een subrubriek of op een subrekening van een effectenrekening, dat daar de effectentax niet van toepassing zou zijn. Dit geldt trouwens voor de meeste Belgische banken, waaronder ook de Groof Peterkam. Zijn er ook zaken die niet in aanmerking worden genomen? De grote uitzondering zijn de effecten op naam. Denken we maar aan aandelen op naam van een KMO die typisch ingeschreven zijn in het aandelenregister. Stel dat ik een klant ben en ik heb op mijn effectenrekening een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Wat staat er mij dan te doen? Wel, als u klant bent bij een Belgische bank, zal u niet veel moeten doen. Dus de Belgische bank neemt de vier foto's, berekent de tax, doet de aangifte en houdt de tax in op de rekening van de klant. Dit is geen keuze, dit is een verplichting voor Belgische banken. Als u daarentegen ook klant bent bij een buitenlandse bank, zal u iets meer werk hebben. Daar zal u dezelfde aangifte moeten indienen en de tax betalen. En dan is er uiteraard de typisch Belgische vraag, hè? Valt de nieuwe effectentax te vermijden? Wel, de wetgever heeft in elk geval heel veel moeite gedaan om dat te verhinderen. Zo werden er onder andere twee onweerlegbare vermoedens ingevoerd, die twee heel specifieke situaties viseren. Dus een eerste situatie is eigenlijk het splitsen van een effectenrekening bij dezelfde Belgische bank, bij eenzelfde bank, om juist de tax te vermijden. Geef maar een voorbeeld. Een klant heeft een effectenrekening van 1,8 miljoen euro. Hij splitst die effectenrekening in twee aparte rekeningen van 900.000 euro, dus onder het grensbedrag van 1 miljoen euro. In dat geval zal de tax dan niet verschuldigd zijn, maar de bank zal dus eigenlijk moeten doen alsof die splitsing niet heeft plaatsgegrepen en dus de tax aan de basis moeten inhouden. Dit is niet alleen voor transacties in de toekomst, maar ook voor alle splitsingen gedaan vanaf 30 oktober van vorig jaar. Dus met een retroactief effect. Hetzelfde principe geldt dus voor de tweede situatie, dat is de omvorming van effecten op een effectenrekening die omgevormd worden in effecten op naam. Ook daar geldt een retroactief effect tot 30 oktober van vorig jaar. Een ander belangrijk principe in deze nieuwe regelgeving, dat is de zogenaamde anti-misbruikbepaling. Wat houdt dat precies in?
Wel, die algemene antimisbruikbepaling viseert dus alle andere situaties dan de onweerlegbare vermoedens die er specifiek op gericht zijn om de tax te vermijden, maar ook om de belastbare basis te verminderen. De minister van Financiën ziet dat heel ruim en ook daar, die algemene antimisbruikbepaling zal een retroactief effect hebben vanaf 30 oktober vorig jaar. Het is duidelijk dat de nieuwe versie van de effectentax heel wat nieuwe regels invoert. Wat is jullie conclusie als bank? Wel, in elk geval is het een vermogensbelasting op de effectenrekening, weliswaar aan een beperkt tarief van 0,15%, maar toch een vermogensbelasting. Langs de andere kant moeten we wel toegeven dat er nog een aantal zaken openstaan, een aantal open vragen. Nu de minister van Financiën heeft aangekondigd dat hij nog verder overleg zal plegen met de sector. Maar hoe dan ook, blijft deze tax een uitdaging niet alleen voor de klanten, maar ook voor de banken om ze te implementeren. Nico Hoogsteen, bedankt voor de toelichting en graag tot een volgende keer.